knowledge rather than popular vote. But the Electoral College is a process that dictates the will of the voters that is reflected in the actions of state electors, a total of 538 of them. And the larger a state's population, the more state electors it has. So California, the state with the largest population, has the largest number of electoral votes, while Delaware gets less than a tenth of that. In almost all states, electoral votes are apportioned on a winner-takes-all basis. Maine and Nebraska are the two exceptions. So it doesn't matter if you win a state by a small or large margin. If you get more votes than your opponent in that state, then you take all of the state's electoral votes. And the first one to 270 wins. So now that we have that set, let's talk about voting. The simple part is that you have to be an American citizen and at least 18 years of age on election day to vote. And in all states, except for North Dakota, all citizens who wish to vote are required to register. So now that you're a registered voter, how do you vote? Well, the simplest and most traditional way is to show up at a polling station on election day and cast your ballot. But if you're unable to go to a polling station on election day, then you may vote by using an absentee ballot. Absentee ballots can be sent by mail or dropped off in locked boxes. About half of the states allow no excuse absentee voting, where no reason is required to request a ballot. Others require a valid reason, such as health issues or travel. But due to the coronavirus pandemic, many states have amended their voting rules and now allow people to mail in their vote. And this election year, we're seeing record number of people vote by mail. Then there are early elections. 33 states allow their residents to vote before Election Day. In fact, New Yorkers are able to vote early in the presidential election for the first time in their history. Early voting windows are determined by each state, and the period can vary between 4 to 50 days prior to Election Day. The COVID-19 pandemic has led many states to both reduce the number of polling stations and relax the requirements for mail-in and early voting. Now, we have to count the votes. The last day to vote in the 2020 presidential election is November the 3rd, but ballots may not be counted for several days, if not weeks afterwards. That's because there are a record number of mail-in votes, and most states will not start counting them until Election Day. So, we may not know the winner for quite some time. But rest assured, the 20th Amendment dictates that the president will start his or her term exactly at 12:01 p.m. on January 20th, 2021. Zo, het is een beetje in het kort uitgelegd hoe het kiessysteem een beetje in elkaar zit. Professor Menke, we hebben het gezien. En als we dus kijken naar de Amerikaanse bevolking en de kiesgerechtigden, hoe zit het precies in elkaar als we kijken naar het stemproces? Het is al gezegd in het filmpje. Dus je moet 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen en de Amerikaanse nationaliteit hebben. Mm-hmm. En het stemproces voor de ongeveer 167 miljoen kiezers. Mm-hmm. Want Amerika heeft een bevolking van meer dan 330 miljoen. Ja. Nou, die kiezers die kunnen hun stem uitbrengen een paar dagen voor de verkiezingen. Dat kan, dus early voting. Maar ook op de dag van de verkiezingen. Bij deze verkiezingen hebben we heel veel vooraf gestemd. Heel, heel veel. En dat geeft aan ook het belang van deze verkiezing voor die, noemen die twee partijen. Om een lang verhaal kort te maken, men stemt getrapt. Dus men stemt niet rechtstreeks. Op de president, men stemt op kiespersonen. Okay. En er zijn in totaal 538 kiespersonen. Men zegt kiesmannen, maar het is beter om te zeggen kiespersonen. En degene die meer dan de helft heeft, dus 270, die heeft eigenlijk de verkiezingen gewonnen. Dus dat is het in het kort. Oké. Maar is er een speciale druk geweest waarom men heeft gekozen voor early voting dit jaar? Komt het door de kandidaten? Het komt door de kandidaten, Trump. Het is een strategie, omdat die democraten, die hebben dus ervaring dat als je dus veel mensen die op jou stemmen, dus voor de democraten, als je dus early laat stemmen, dat het in hun voordeel werkt, dat er een hogere opkomst is van hun eigen mensen.
Maar Trump heeft hetzelfde gedaan. Weet je, want ze maken allemaal hun strategie. Klopt. En ze passen het elke dag of zelf elk uur aan. Want ze hebben zoveel geld dat ze eigenlijk gewoon, dus rekenkundig en qua strategie, mediastrategie en social media strategie, dat ze dus eigenlijk steeds weten van, nou, ik moet dit doen om eigenlijk in te lopen als ik achtersta. En bij deze verkiezing zie je ook dat op het moment dat Kamala in die verkiezingstrein stapte in ergens in augustus, ja, toen Biden afhaakte, toen heeft ze, zeg, de eerste weken verschrikkelijk ingelopen. Had ze zelf nationaal een hele grote voorsprong. En de laatste weken is het weer zo close geworden dat die Amerikanen zeggen, weet je, too close om te voorspellen. Mm-hmm. Weet je, dus het is een verschrikkelijk spannende race. En en uiteindelijk draait het om de strategieën van de mensen die ze inzetten, want het zijn hele grote organisaties. Ja. Dus het is niet zoals in Suriname dat je, weet je, we zijn een klein land, maar het zijn gigantische organisaties waarin honderden miljoenen per partij, dus wordt er gestopt in die verkiezingen. Oké, professor Menke, in 1789 hadden we de eerste Amerikaanse verkiezingen. En in totaal hebben we dus nu 47 gehad. Ja, met de verkiezing van vandaag. En wat zegt is het de 47e? Nou, het is een, kijk, het is een oude democratie, want het zegt het zelf, 1789, ja, 47 verkiezingen. Dus er is een hele lange traditie. En wat het je zegt, het is een beetje de, ja, de Engelse traditie, want in Europa heeft Groot-Brittannië het systeem van the winner takes all. Dus wij kennen nu een evenredigheidssysteem, ja, maar daar geldt, in Britain heb je ook twee partijen, de conservatieve en de Labour Party. En je hebt zo'n soort gelijk systeem gehad, omdat die Engelsen waren ook, ja, dominant in Amerika, weet je, in die kolonisatie. En dat is dus eigenlijk gebleven. En het punt is dat the winner takes all, dat houdt in van als je wint in een staat, alle zetels, dus alle kiespersonen, ja, of nul. Dus als je in, ik noem maar wat, Pennsylvania, ja, is een belangrijke staat, omdat het een staat is die zowel naar de Republikeinen als de, ja, Democraten kan gaan. Daarover gaan we het zo meteen hebben, inderdaad. Ja, daar heb je inderdaad, 19 ja, zetels. Dus je wint alle 19 of je wint niks. Oké. Wat ook is meegegeven, het aantal democratische en republikeinse presidenten sinds 1945 is toch wel evenredig. 7 ja, voor de democratische en 7 voor de republikeinse. Ja, klopt. Het zijn steeds om en om. Uh-huh. En dat maakt het natuurlijk ongelooflijk spannend. Dus je hebt in Amerika, noem het dus die independents, hebben nooit een erg grote rol gespeeld de laatste decennia. Dus het draait om republikeinen tegenover democraten. En het is dus steeds meer gaan, ja, we zeggen polariseren. Ja. Dus eigenlijk twee groepen tegenover elkaar. Met ook, weet je, dus issues, verschillende issues die ze benadrukken. Spannend allemaal. Heeft u misschien net aangeschakeld? U kijkt dus naar ATV en we zitten met professor Jack Menke vanavond. En we praten dus over de election night, de Amerikaanse verkiezingen nader bekeken. Vandaag zijn de burgers dus geweest naar de stembus. Er is natuurlijk heel veel vooraf gegaan. De campagnes zijn er geweest, de openlijke debatten zijn er ook geweest. En ik denk dat u het een en ander ook heeft kunnen volgen. Maar we gaan dus nu even kijken naar enkele key moments van de kandidaten. Proudly accept your nomination for President of the United States. Joe Biden has just officially crossed the delegate threshold for the Democratic nomination for President. Former U.S. President Donald Trump has been found guilty on all 34 charges in his hush money trial. This was a disgrace. This was a rigged trial. Trump has become the first American president to be convicted of a felony in U.S. history. The first debate of the 2024 campaign and the earliest with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if
We finally beat Medicare. He did not do well at all. You know, you kind of have the old man versus the con man. Widespread panic among Democrats overnight. Calls on President Biden to drop out of the 2024 race, extending beyond Capitol Hill. We have here a landmark decision in American history. The Supreme Court ruled former President Donald Trump does have immunity for some of his alleged conduct as president in his federal election interference case. We are watching live at a rally in Butler, Pennsylvania, where former President Trump was speaking on the stage. The assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. Joe Biden says he is stepping down. We have it. We do now know that Joe Biden is endorsing Kamala Harris. I accept your nomination. Kamala Harris. What's up? Good debate. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Kamala is brats. Harris already has Taylor Swift in her corner, former President Barack Obama, Bruce Springsteen, Samuel L. Jackson, Beyonce. It's town. Trump's biggest celebrity backer to date may be Elon Musk. Take over, Elon. Yes, take over. But of course, Musk is also supporting Trump's campaign financially. Republican nominee Donald Trump made a quick campaign stop at a McDonald's to work. I love McDonald's. I love jobs. I like to see good jobs. 9 days and counting before the election, Donald Trump chose the historic Madison Square Garden. Literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. This was a hate rally. The race between Donald Trump and Kamala Harris remains as tight as ever. Vice President Kamala Harris gave her final campaign speech in Washington, D.C. on Tuesday night. We have to stop pointing fingers and start locking arms. 51 million Americans have already voted this election in a battle that will decide who runs the world's most powerful and influential country for the next 4 years. Even in het kort, de president wordt dus gekozen met getrapte verkiezingen. En feitelijk wordt op de verkiezingsdag niet de president gekozen, maar een kiescollege van 538 kiespersonen dat de president in december kiest. Dus de spanning is nog niet helemaal eruit. Een presidentskandidaat die 270 kiesmannen wint, wordt president van Amerika. Elke van de 50 staten bepaalt welk systeem wordt gehanteerd om op basis van de uitslag van de presidentsverkiezingen in die staat te bepalen welke kiesmannen worden benoemd. In 48 staten gaat dit volgens winner takes it all. Dat heeft professor Menke net ook uitgelegd. Alleen de staten Maine en Nebraska worden kiesmannen, 2 in Maine, 3 in Nebraska, volgens winner takes it all per congresdistrict. Swing states, ja. U heeft het net ook over gehad, professor ja. Menke, over de swing states. Welke zijn deze? Nou, de swing states, het zijn 7. En je moet je voorstellen, die kaart die je zo net zag, het zijn allemaal states, dus in het midden van de Verenigde Staten, meer naar het oosten. Ja. Dus dat zijn Pennsylvania, Wisconsin. En dan heb je onderaan, wat ze noemen de Sunbelt region, heb je die staten als, hier zie je de plaatsen, Georgia, North Carolina. Dus die staten, daar helemaal onderaan waar het rood gekleurd is, die behoren ook tot de swing states. En het interessante van die swing states is dat je continu een switch hebt gehad bij verkiezingen. Ja. Dat de ene keer de Republikeinen winnen. En de andere keer de Democraten. En daarom noemt mensen toss-up of swing states. Mm-hmm. En de meest belangrijke bij deze verkiezingen is dus die swing state, die heet Pennsylvania. Net daaronder New York zagen we even op de kaart, ja, toch? Het is dus net onder New York, waar ook Philadelphia is. Is een bekende stad, een oude stad, waar je State College hebt, dat is een universiteit. Hele grote universiteit. En het is altijd een hele aparte staat geweest. Mm-hmm. En men zegt, degene die daar wint, die heeft meer kans om de verkiezingen te winnen. Maar dat ben je er nog niet. Ik denk dat als bijvoorbeeld Kamala Harris Pennsylvania zou winnen, dan moet ze ook nog die staat ernaast, dat is Wisconsin,
moet ze daar ook winnen. Dat is ook zo een swing state. Oké. Geldt hetzelfde ook voor Donald Trump? Moet hij ook beide staten Als Donald winnen? Trump die twee wint, is het denk ik, wordt het heel moeilijk voor Kamala Harris om de verkiezingen te winnen. Omdat die overige swing states in het onderaan, dus in het zuiden, weet je, zoals Georgia en North Carolina, daar heeft Trump een veel grotere stronghold om de verkiezingen te winnen. Dus eigenlijk draait heel veel om die, laat maar zeggen, de swing state Pennsylvania en Wisconsin. Dus daarop moet je letten. En ik denk dat al die peilingen die steeds worden gehouden, die geven aan dat in Pennsylvania de laatste dagen een gelijk opgaande strijd is. Dus die peilingen geven aan 48% Trump, ongeveer 48% Harris. Maar een peiling zegt nog niet alles. Klopt. Omdat je dus een foute marge hebt van 2 of 3%. Dus het is 48% plus 3 of 48% min 3. En die onzekerheid, statistisch, weet je niet precies. Ja. Dus die peilingen geven je wel, breng je wel op het spoor. Maar dus die definitieve uitslag is daarmee dus niet gegeven. Maar als we dus zo naar kijken, professor Menkel. De swing states Pennsylvania en Wisconsin, die kunnen dus bepalend zijn voor beide kandidaten. Wat denkt u zelf? Nou, wat ik zelf denk, ik denk dat heel veel afhangt van de opkomst. Dus als de opkomst, want allebei kandidaten hebben zwaar getimmerd op de opkomst. Als, zegt Kamala Harris, het effect van alles en nog wat doen om die opkomst van mensen om naar de stembus te gaan, om dat te verhogen. En daarbij speelt natuurlijk die groepen waarop zij sterk speelt, dat zijn vrouwen. Oude vrouwen, maar ook jongere vrouwen. Mede ook vanwege dus die hele discussie over abortus. Weet je, baas in eigen huis. Verder heb je de issue van Kamala Harris, is democratie. Maar dat is vaak iets voor de mensen die hebben gestudeerd, de professionals, de bovenlaag, die timmeren heel zwaar op democratie. Omgekeerd heeft Trump hamert heel veel op twee dingen. Zijn sterkste punt waarop hij hamert is economie. En in Amerika is er nogal wat inflatie. Dus een heleboel armere mensen die voelen het. En Trump is dus heel sterk onder de armere mensen, wat ze noemen de blue-collar arbeiders, de handarbeiders in bijvoorbeeld Pennsylvania. En het tweede grote issue van Trump is immigratie. Weet je, hij is dus heel hard tegen immigratie. Hij heeft in de tijd toch ook een muur laten bouwen in het zuiden. En ik heb persoonlijk ook meegemaakt het zuiden, omdat je weet, de meeste Surinamers gaan via Florida naar Amerika. Ja. Toch, en dan zien ze die immigranten, Cubanen, Latino's. Ik moest mijn eerste keer in de 90 mijn arbeidsvisum, want met een gewoon visum kan je niet werken. Ja, klopt. En ik moest toen 3 maanden werken in Tennessee, Nashville. En ik moest mijn visum, mijn arbeidsvisum, moest ik in Mexico gaan halen. En die stad heet Juarez. Het is een hele rumoerige stad vanwege, weet je, allerlei underground toestanden. Nou, en er waren ongeveer 9.000 tot 10.000 mensen in die rij om 4 uur in de ochtend. Dat is een van de belangrijkste gates van emigranten all over the world naar de USA. Nou, en dat heeft me toen ook bijgebracht, die vele inheemse uit Mexico. Toch, dat waren officiële emigranten, maar je hebt ook veel illegale emigranten. Dus, en ja, dat is eigenlijk, daar zijn ook de swing states, waar een heleboel mensen uit de bevolking die er al lang is in Amerika, die verzetten zich tegen immigranten. En daarop speelt Trump heel sterk in. Professor Menkel heeft het proces ook gevolgd. U heeft de campagnes gevolgd, de debatten gevolgd. Als u zou moeten kijken naar Donald Trump en Kamala Harris, wie is voor u de sterkste campagnekandidaat geweest om eigenlijk hun doelgroep ook achter ze te krijgen? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat het twee precies tegengestelde kandidaten zijn. De ene is een gigantische businessman met verschrikkelijk veel geld, met een vermogen van, ja, ik weet niet, miljarden is miljardair. Het vermogen van Kamala Harris,
Die heeft ook miljoenen, maar dat is vergeleken met Trump peanuts. Maar het verschil tussen die twee is dat Kamala Harris komt uit een hele professionele traditie. Ze heeft aan de Howard University gestudeerd in Washington. Is een radicale universiteit waar je ook veel gekleurden hebt. Ze heeft een hele goede staat van dienst. En toen is ze officier van justitie, prosecutor is ze geworden. En met ook een hele goede staat van dienst. En die is een debater. Weet je, het is iemand die dingen op een rij zet. En Trump is wat men noemt eigenlijk een populist. Iemand die met 2-3 woorden je kan vangen. Mm-hmm. Toch? Bijvoorbeeld, zijn belangrijke woorden. Heeft hij gebruik gemaakt van negatieve campagnes? Ja, dus heel sterk natuurlijk. En, ja, en zijn vangnet is eigenlijk America First. Ja. Beetje nationalist. Maar zijn negatieve campagnevoering, dat is bijna iedere speech gaat hij buiten zijn script. En het bekendste was toen hij het had over die Haitianen in Springfield. Klopt. Die katten en honden vlees eten. En dat kan hij keer op keer doen, omdat hij daarmee ook inspeelt op de emoties van eigenlijk die mensen dus die hij aantrekt. Ja. Dus Trump is eigenlijk een recht toerecht aan debater die ook populair werd met een programma. Heel veel mensen weten niet, The Apprentice. Ja, ken ik, The Apprentice is een programma van, ik weet niet, een paar decennia terug. En hij werd populair wanneer hij ook zei van, weet je, twee mensen die eigenlijk een prijs kunnen winnen, die staan tegenover elkaar. En dan eindigt het vaak met van, you're fired. Klopt. En hetzelfde heeft hij ook gezegd in een paar van zijn campagnes. Van als hij wint... Ik zag het vandaag weer. Zei het vandaag van Kamala, dan is ze gefired. Ja, gelijk. Ik zag dat vandaag nog even langskomen van Kamala, yes. You're fired. En ik dacht zo, dat wordt spannend. We kijken dus vanavond even naar de verkiezingen in Amerika nader bekeken. Het is 5 november, een hele belangrijke dag voor de burgers die wonen in Amerika. En ze gaan dus voor de 47ste keer naar de stembus om te kijken wie de beste kandidaat is. Is dat Donald Trump of Kamala Harris? De swing states, daar moet er dus nog gestemd worden. Het gaat om Pennsylvania en Wisconsin, die eigenlijk best bepalend zullen zijn voor welke kandidaat dus verder kan. Ze zijn dus nu bezig met de kiesmannen. En daar moet je dus ongeveer 270 hebben om dus te winnen. Spannend allemaal. Professor Menke, het is een hele spannende race. Heeft het daarin gehad over negatieve campagnes. Donald Trump is ook verwikkeld geraakt in een hele case dat er loopt. Hoe is het mogelijk dat hij zich toch kandidaat heeft gesteld? Ja, het is, kijk, Donald Trump doet je denken aan die stripverhaalboeken van decennia terug. Over, je hebt zoveel stripverhaalboeken in Amerika, over de Daltons, over Lucky Luke, et cetera. Maar weet je, hij is verwikkeld, niet in één, in diverse schandalen. En ik dacht, het laatste schandaal, het belangrijkste politieke schandaal was de verkiezingen van 2020, toen het parlement is bestormd. En hij heeft met zijn juridisch team dus ook het steeds kunnen schuiven. Het is ook verschoven weer. Weet je, dus die hele rechtspraak of het vonnis. Ja. Maar een andere case waarin hij belanden had te maken met, ik weet niet wat het in het Nederlands is, maar het was een call girl. Dus een vrouw van lichte zeden. En in die case is hij eigenlijk, zit hij heel moeilijk. Is hij eigenlijk in eerste instantie veroordeeld. En dat is ook op de lange baan geschoven. Mm. Dus hij zit in een aantal cases. En er zijn nog meer cases hoor. Ja, dus klopt. Economische delicten. Maar goed, in de Verenigde Staten, als je daar ooit bent geweest, zie je, het is een land van, men zegt, opportunities. Dat is waar. En men zegt ook, het is my God's own country. En alles is oh my God. Maar tegelijkertijd, als je een beetje de heilige boeken kent, zie je dat men de naam van dus de God ook vaak verschrikkelijk edel gebruikt. Hè? Dus weet je, op een ongepaste manier. En Trump heeft natuurlijk ook allerlei groepen achter zich. Hè? Ook religieuze groepen die aan prijzen voor godsdienstvrijheid. Ja. En men zegt conservatieve evangelische groepen. Die zijn ook voor, hoe noem je dat, pro-life. Dus tegen abortus. En je moet die niet onderschatten. Die groepen zijn ongelooflijk fanatiek. Het zijn van die fanatieke, voornamelijk dus eigenlijk witte
Weet je, dat is blanke groepen. Dus ik zou zeggen, Trump heeft zich verschrikkelijk goed ingegraven in die Amerikaanse samenleving. Mm-hmm. En daar heeft hij nog erbij, dus ongelooflijk veel geld, waarmee hij ook ongelooflijk veel kan kopen. En die democratie is wat dat betreft eigenlijk ook aan de ene kant gaan verloederen. Ja, want mijn vraag zou zijn, is dat nog democratie? Nou, en dat is precies wat Kamala Harris zegt, dat ze zegt van die democratische waarden, die zijn dus weet je, zo omlaag gegaan, dat we eigenlijk moeten voorkomen dat met deze verkiezing, dat zegt Kamala Harris, dat die democratie definitief om zeep wordt gebracht. Want ze zegt, als Trump wint, dan is het afgelopen met weet je, herstel van de Amerikaanse democratie. En het interessante van deze verkiezing is dat de issues van Kamala Harris, die, waarmee ze veel scoort, en dat is dus democratie, abortus, dat zijn twee van die issues. Op die issues, weet je, dus die zijn voor een heleboel Trump-aanhangers dus eigenlijk niet belangrijk. Mm-hmm. Toch? En zeker de issue van democratie. Yeah. En Trump wordt eigenlijk door een heleboel topmensen ook geprezen, omdat hij superhero's binnenhaalt. Bijvoorbeeld Elon Musk wordt gezien als een superhero. Klopt. En de mensen die door Kamala Harris naar voren worden geschoven, bijvoorbeeld een heleboel artiesten als... Ja, dat zie je inderdaad. En mediapersoonlijkheden, Beyoncé, Oprah Winfrey. Mm-hmm, klopt. Hoe heet die van Puerto Rico? Jennifer Lopez. Weet je, die noemt hij dus eigenlijk... Ja, ze betekenen niets heroes voor zijn business. En hij zegt de echte heroes die ervoor zorgen dat er geld wordt gemaakt, dat Amerika voor... Nou, een van de voorbeelden is Elon Musk. Ja. Dus eigenlijk staan die twee qua... Eigenlijk hele beeldvorming over een samenleving en een democratie staan Trump en Kamala Harris echt helemaal tegenover elkaar. Mm-hmm. Professor Menke, welke rol hebben opiniepeilingen bij verkiezingen? Nou, opiniepeilingen hebben een hele belangrijke rol. Dus laat me het makkelijk uitleggen. Ja. Een opiniepeiling is in Amerika zo belangrijk geworden nadat ze... in 1936, want het was al voor 1936, had je dus Literary Digest en Reader's Digest, die organiseerden peilingen. En ik dacht, in 1936 hebben ze compleet verkeerde voorspelling gemaakt, dat van degene die, waarvan ze dachten dat die zou winnen, dat die eigenlijk dus verloor. En dat had te maken met dat die peiling was niet op toeval gebaseerd. Ja. Dus ze hadden geen goed, wat je noemt, een frame, een bestand. Je moet een bestand hebben waarin alle kiezers zijn geregistreerd. Anno 2024 en ook lang daarvoor hebben die Amerikanen hele goede kiezersbestanden. Mm-hmm. Dus dat probleem is weggevallen. Nou, en die peiling is belangrijk omdat ze een miniatuur maken van die kiezers. Dus het zijn peilingen van niet meer dan soms 800.000 mensen. Toch? En het electoraat in Amerika is 160 miljoen. Mm-hmm. Dus kijk, je neemt gewoon een klein monstertje. Maar die monstertjes zijn gebaseerd op kansrekenen, statistisch. En kansrekenen is, weet je, is eigenlijk wiskunde. Je kan eigenlijk precies voorspellen en aangeven van wat je foute marge is. En dat geven ze ook aan in alle peilingen. Dan zie je foute marge 1%, 2%, 3%. Dus het betekent als Kamala Harris in Pennsylvania staat op 48%. Ja. En Trump staat op 47%. Dan moet je... Als ze zeggen foute marge 3, moet je zeggen 48 plus 3. Dus ze haalt 51%. Of 48 min 3 is 45%. Mm-hmm. Oké, dus dat is peiling. Maar een peiling alleen is niet voldoende. Mm-hmm. Omdat je ook, hoe moet ik het zeggen, niet rekenkundige fouten hebt. Bijvoorbeeld als mensen van Trump de neiging hebben om... Een deel heeft vertrouwt peilingen niet. Net zoals ze de overheid niet vertrouwen. Dus een deel van Trump kan dus zeggen van ik doe niet mee, ik weiger. Ja. En weigeren heeft niks te maken met rekenen, maar het geeft je dan wel een foute marge. En in het verleden is gebleken dat peilingen onderschatting geven van de sterkte van Trump. Weet je, omdat Trump mensen, net als Trump, hij is wantrouwig tegen een heleboel dingen. Ja. Dus een opiniepeiling is wel een heel belangrijk instrument geworden, want Trump gebruikt het ook. En dan niet alleen die openbare peilingen waarvan we lezen in de krant. Die twee partijen hebben allemaal hun eigen
noem het hun eigen leger voor peilingen. En daarmee zitten ze continu heel in het klein. Bijvoorbeeld, neem Pennsylvania, gaan ze in alle kleine delen van de zone. Zeg bijvoorbeeld de stad als Philadelphia. Weten ze van alle neighborhoods precies de vrouwen, de leeftijd, de etnische afkomst. Alles wordt meegenomen om te kijken van hey, hoe moet ik bijpassen. Dus een peiling is eigenlijk gewoon een manier van, in het Engels zeggen ze, electoral engineering. Dus het engineeren, het berekenen en het sturen van het hele electoraal gebeuren van jouw eigen partij. En elke dag en ieder uur als het kan, je strategie daarop aanpassen. Dus eigenlijk is dus die peiling een soort rekenkundig, wiskundig model geworden, waarmee je continu bijstelt om uiteindelijk te proberen die verkiezing te winnen. Het systeem is niet zo makkelijk om misschien in één keer te begrijpen, maar ik weet zeker dat als we er vaker ook naar kijken, want het verschilt natuurlijk heel veel van wat wij hier hebben in Suriname. Ja. Het verschilt helemaal. Maar als we dus kijken naar het kiessysteem van Amerika, denkt u dat het een systeem zou kunnen zijn voor Suriname om eens toe te passen? Want nu hebben we evenredig die stelsel. Nee, ik zou zeggen absoluut niet. Mm-hmm. Want je ziet ook het gebrek, het probleem van het Amerikaans systeem is eenvoudig dat je ziet het nu. In deze, als je nu de televisie zou aandoen, Fox News of CNN, dan zie je dat nu twee dingen gebeuren. Alles draait om de, ze noemen het battleground. Je hoort het aan het woord battleground, betekent oorlog. Mm-hmm. Gevechtsgrond. Klopt. Is net als, weet je, dus toen ze een kolonie waren en die onafhankelijkheidsstrijd hebben gevoerd in de 18e eeuw. Mm-hmm. Weet je, tegen Engeland. Eigenlijk zijn ze nog steeds in een soort oorlogssituatie in Amerika. Maar een tweede ding, en dat is ernstiger, dat deze verkiezingen bewijst weer, ze concentreren zich nu op die swing states, die 7 swing states, wat eigenlijk aangeeft van, en dus wordt er verschrikkelijk veel geld in gestopt. En in principe heeft dat niks te maken met democratie. Dit heeft te maken met grote belangengroepen macht. En democratie gaat juist om de wil van het volk. Klopt. En het volk in Amerika bestaat niet uit die 7 swing states, maar bestaat uit al die staten toch van Amerika. En je ziet dus dat eigenlijk het hele gevecht, toch, ze noemen het battleground, is zich gaan concentreren op die 7 swing states. En ik zou zeggen, dat is alles behalve democratisch. En ik moet zeggen, dit is ook het Britse systeem van de winner takes all. Dus ik zou zeggen van ja, als het gaat om one person, one vote, is het beste democratisch systeem, tenminste, er zijn nog betere systemen, hoor, maar is dus een one person, one vote systeem veel beter. Dus wat wij hier hebben, is op papier een stukje democratischer dan het Amerikaans systeem. Amerika is natuurlijk een machtig land en ook belangrijk voor heel veel sectoren, ook onderhandelingen. Wat zal dit betekenen voor de wereldvrede als Donald Trump wint, bijvoorbeeld? Ja, nou, als Donald Trump wint, denk ik dat eigenlijk buitenlandse politiek van Amerika, democraten, republikeinen, is er niet een verschrikkelijk groot verschil. Okay. Het belangrijkste verschil is, laat me twee dingen noemen, is één dat de Verenigde Staten bijvoorbeeld de neiging heeft om, als er democraten aan de macht zijn, zeggen ze, we ondersteunen de NATO. Toch? En ze stoppen ook heel veel geld erin. Trump zegt van eigenlijk kunnen we liever uit de NATO treden. Want de NATO is een beetje een Europees systeem. En Trump, zijn buitenlandse politiek is dat hij heel veel goede contacten heeft met autoritaire regimes. Dus weet je waar je iets hebt wat lijkt op een dictatuur. Ja. En een van die landen is Hongarije. Hongarije heb je dus meneer Orbán. Die zit ook in de NATO, maar die is buitenbeentje in de NATO. Toch, die meneer is ook goed op, weet je, Poetin en op een heleboel autocratische regimes. Nou, in de tweede plaats, Trump heeft ook hele goede banden met Poetin. Dus hij heeft eigenlijk een heel ander systeem van buitenlandse politiek dan de democraten hebben. Een tweede ding is dat de democraten
eigenlijk veel meer aandacht hebben voor dus de regio. Dus voor, noem het, Zuid-Amerika, Caribisch gebied. Trump heeft dat een stukje minder. Weet je, Trump is dus heel nationalistisch. Hij zegt ook America first. En ik denk dat er een ander punt is. Dus waar ze, je ziet van, er zijn niet veel verschillen. Dus dat is de andere kant van het verhaal tussen Democraten en Republikeinen. Allebei partijen moeten rekening houden met de grootste belangengroep in Amerika. En dat is de wapenindustrie, de oorlogsindustrie. En die hebben zoveel macht. Er zijn zoveel lobbygroepen, zowel naar de Republikeinen als naar de Democraten. Dus ik denk van, als Kamala Harris zou winnen, moet je niet vergissen gaan oorlogen in Oekraïne, in Gaza, in Afrika, Ethiopië, Sudan. Alles gaat gewoon doorgaan. En de speelruimte van een democratische president als Kamala Harris, net als Obama. Ja. Kijk, Obama is in 2009 president geworden, geïnaugureerd. Yes. 2 termijnen gezeten. Je gaat het niet geloven. Obama had, dit heb ik in Brazil toen meegemaakt, een grote meeting in Rio de Janeiro met pakweg exponenten van de hele wereld. Mm-hmm. En het ging ook over democratie, over geopolitiek. Nou, weet je wat eruit kwam? Ze hebben Obama's beleid, hij was toen in zijn tweede fase, en hij had nog 2 jaar te gaan. Er kwam uit dat van zijn 10 strategische speerpunten. Toch? Dus zoals, ik noem maar wat, het ontruimen van Guantanamo is dus Amerikaans bezit op Cuba. En nog een paar andere issues, dat hij van de 10 issues, dus zeiden ze maar, een halve had kunnen realiseren. Omdat Obama als president ook gevangen zat in het, wat ze noemen, het militair-industrieel complex. Dus die machtsgroepen in de Verenigde Staten, die hebben zoveel power dat of het nu democratisch of republikein, die buitenlandse politiek, daarin telt het Amerikaans belang als eerste. Dus dat is eigenlijk ook een van de dingen die, waarmee je rekening moet houden. Amerika is nog steeds eigenlijk een power, een machtsgroep in de wereld, die ook wel steeds meer, macht verliest in de wereld aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het nog steeds een land met ongelooflijk grote wapenindustrie. Is het nog steeds een van de machtige landen in de wereld. Maar professor Menke, we zijn er voor de verkiezingen nader bekeken in Amerika. Hmm. Maar voordat we afsluiten, wil ik toch wel uw zienswijze of misschien een beetje een voorspelling. Wat verwacht u op 25 mei 2025? Ten eerste eerst met betrekking tot het stemgedrag van onze burgers. Oh, dat is een switch naar Suriname toe. Ja, we gaan even naar Suriname. Naar Suriname. Nou, ik verwacht, kijk, Suriname hebben een heel ander systeem. Ja. Het is een evenredigheidssysteem. Maar het is ook een ander systeem, politiek systeem, waar we heel veel partijen hebben. Mm-hmm. Het is eigenlijk het systeem wat je hebt in een paar Noordwest-Europese landen als Nederland. Nou, en we hebben het vroegere systeem van het districtenstelsel is gewijzigd in een landelijk evenredigheidssysteem. Ja. In wezen gaat dat niet veel veranderen aan het stemgedrag en aan de uitkomst van verkiezingen. Okay. En ik denk dat, waarom ik dat zeg, omdat je in Suriname een paar gevestigde partijen hebt. Mm-hmm. Die hebben eigenlijk hun belangen, hebben hun financiën. En het grootste probleem van Suriname, als je werkelijk die democratie zou willen versterken, is dat er geen transparantie is financieel in de financiering van politieke partijen. Toch, in landen als Amerika, Nederland, heb je dus wel transparantie. Dus er zijn allerlei regels en wetten over het verduidelijken. In Suriname is het er eigenlijk, in feite functioneert dat niet. Dat is denk ik een heel groot probleem. Waardoor de buitenparlementaire partijen, toch, de partijen buiten de VAP, de ABOP, de NPS, de NDP en dan heb je misschien, wat heb je nog, de PL en de BEP is ook in het parlement, dat die partijen eigenlijk heel weinig kans hebben om eigenlijk wortel te schieten. Simpelweg omdat zij dus financieel niet zo sterk zijn als die gevestigde partijen en dus die transparantie is er niet.
Dus ik denk 2025, als je werkelijk een omslag zou willen hebben in het resultaat van de verkiezingen. Toch, want ik denk dat als de kaarten zoals ze nu zijn, zo blijven, dat je meer van hetzelfde krijgt. Dat je dus gewoon een regering krijgt met, weet je, dus twee of drie van die partijen. En het grootste probleem van de Surinaamse democratie is dat eigenlijk geen van die grote politieke partijen werkelijk een plan hebben. Weet je, een gedegen plan hebben om Suriname dus duurzaam te ontwikkelen. En het enige wat je ziet is wanneer er een grote meevaller is, het is nu gas en oil, moet je zien hoe enthousiast eigenlijk politieke leiders en hoe onkritisch men is en ook niet heeft geleerd van bauxiet en goud. Want bauxiet, waar Suriname de grootste producent was rond de Tweede Wereldoorlog, heeft ons helemaal geen duurzaamheid gebracht, omdat men is gaan leunen op één pijler, zonder dat eigenlijk andere sectoren en andere delen werden ontwikkeld. Dus ik zou zeggen, de Surinaamse de verkiezingen op 25 mei 2025 gaan pas werkelijk een verandering teweegbrengen wanneer buitenparlementaire partijen, toch, en er zijn een heleboel, gaan inzien dat ze als enige partij, dus op hun eentje of met twee of drie, het ook heel moeilijk gaan maken. Dus voor hun is eigenlijk de uitdaging, wat moet je doen om samen te werken en te bundelen, waardoor je een nieuwe machtsfactor krijgt in de Surinaamse politiek en in de verkiezingen van 2025. Indien de buitenparlementaire oppositie dat niet inziet, nou dan vrees ik dat we in 25 mei 2025, dat we meer van hetzelfde gaan krijgen. Oké, dan gaan we terug naar Amerika. Wilt u een voorspelling doen? Ja, nou, Amerika is, is heel moeilijk om een voorspelling te doen. Kijk, wat als publiek, waarvoor het publiek moet maken, je kan kijken naar de aanhang van Kamala Harris, wat ze noemen de popular vote. Dus eigenlijk, hoe sterk is ze in die peilingen, als je kijkt naar alle stemmen dwars door staten. En het kan best dat Kamala Harris, denk ik, iets sterker is dan Trump in die popular vote. Maar populaire vote, nationaal, telt niet om die presidentsverkiezingen te winnen. Je moet eigenlijk die kiespersonen, je moet 270 van de 538 moet je halen. Dus de voorspelling is, Trump is in principe op papier sterker in die 7 swing states. Toch? Dus die states in het zuiden, Georgia, North Carolina, et cetera. Maar, en dan heb je natuurlijk iets meer naar boven, die rijkere staten als Pennsylvania en Wisconsin. Ik denk dat als je wil kijken, wil begrijpen van wie gaat winnen, moet je opletten. Ik denk waarschijnlijk morgen al dat er exit polls zijn. Dat zijn peilingen nadat er is gestemd. Moet je kijken van wat er gebeurt in Pennsylvania en Wisconsin. Als in Pennsylvania die exit polls uitwijzen dat Trump wint, dan is de kans dat hij die verkiezingen gaat winnen, dus die 270 kiesmannen of kiespersonen haalt, is dan veel groter. Dus, en als omgekeerd Kamala Harris Pennsylvania wint en ook dus Wisconsin, dan is de kans groot dat Kamala die presidentsverkiezingen wint. Voor haar zou ik zeggen, zij is underdog om een heleboel redenen. Eens is vrouw en verkiezingen in Amerika, die 46 verkiezingen die zijn geweest voor deze, maar dit is de 47ste. Klopt. Daar is gebleken dus dat, hoe noem je het, machismo, dus eigenlijk men gelooft in leiderschap van een man en nauwelijks van een vrouw. In het geval van Clinton hebben we ook gezien, Clinton heeft in 2016, heeft Hillary Clinton als vrouw, heeft landelijk meer stemmen gehaald dan Trump. En toch heeft Trump die verkiezingen gewonnen, omdat hij in die staten waar je moet winnen, dus vooral wat zullen we die battleground states, die swing states, heeft Trump eigenlijk dus die meerderheid kunnen pakken, alle zetels kunnen pakken van die
kiesmannen. Dus ik zou zeggen... Is Amerika misschien ook nog niet ready voor een vrouw als president? Ik denk dat ze al ready zijn, maar het punt is, je ziet het in deze verkiezingen, ik denk dat Kamala Harris meer dan Hillary Clinton dus Trump heeft laten sidderen. Weet je, want ja. Trump is een... Ja, hoe zeg je? Het was goed opgewassen. Een hele koppig, ja. Ze zeggen heel koppig. Hij gaat ook dwars door zijn eigen script heen. Mm-hmm. Het is iemand die heel veel van zichzelf houdt. Ja. Weet je, zichzelf als superbelangrijk vindt. Maar ik denk dat hij de schrik van zijn leven heeft gehad van Kamala Harris. Mm-hmm. Veel meer dan Hillary Clinton. En dat hij met Elon Musk en alles eromheen veel meer zich heeft moeten inspannen om een tegenstrategie te lanceren. Mm-hmm. Omdat hij ruim een maand terug, dus zeg 2 maanden terug toen mevrouw Harris op het toneel kwam in de plaats van Biden, dat hij zag van dat ze een serieuze bedreiging was en dat ze dus eigenlijk heel hoog scoorde. Mm-hmm. En je ziet ook zijn strategie met heel veel geld, heel veel contrastrategieën tegen Harris. Ook niet in debat gaan met Harris, want hij is 1 keer in debat gegaan. Mm-hmm. Maar ja, de mensen zeiden dat Harris het debat heeft gewonnen. Dus hij heeft zijn hele strategie aangepast, zodanig dat hij eigenlijk die achterstand die hij zou hebben op Kamala Harris 2 maanden terug, heeft ingelopen. En daarom zegt men in Amerika, als je dus met mensen praat die in Amerika wonen, Surinamers, zeggen ze ook allemaal... Niemand weet precies wie gaat winnen. Het is too close to call. Mm-hmm. Dus ik denk dat we moeten afwachten. En dat er morgen, denk ik, wat meer licht gaat schijnen. Yeah. Maar let op de swing states, Pennsylvania, Wisconsin en natuurlijk ook die andere, Georgia en Nevada. Aan de andere zijde, maar die zijn in principe, ja, voor een belangrijk deel, denk ik, onder controle van Trump. Het kan best dat één van ze, Kamala Harris, ook een doorbraak maakt. Maar uiteindelijk draait het om dus de echte, wat Amerikanen noemen, dus oorlogsground, battleground, Pennsylvania. Dat is eigenlijk de belangrijkste swing state om te weten van, weet je, wat je kan verwachten. Nou, professor Menke, we hebben dus het een en ander vanavond proberen uit te zetten, ook voor de kijkers, over de verkiezingen in Amerika. En ik wil u bedanken voor uw komst en dat u ook de tijd heeft genomen om het een beetje makkelijker ook uit te leggen voor onze burgers hier in Suriname. Want ik weet zeker dat er een groot deel is die ook de verkiezingen volgen, want we hebben ook familie daar, dus we willen ook weten van wat is de richting dat daar wordt opgegaan. En vandaag heeft u dus ook zelf gezien en gehoord hoe complex en onvoorspelbaar de Amerikaanse verkiezingen kunnen zijn. Er moet dus heel veel gebeuren voordat je dus echt specifiek kan zeggen Donald Trump wint het of Kamala Harris. In elk geval is ze dus wel een goede tegenkandidaat van Donald Trump. Het gaat om meer dan een enkele stem. Het gaat om de koers van een van de machtigste landen ter wereld en de impact die dit heeft op ons allemaal. Bedankt voor het kijken naar de Amerikaanse verkiezingen. Nader bekeken. Goedenavond.